Ik verwacht een gigantische prijsexplosie voor Bitcoin en dit is waarom. Dat gaan we zo meteen in de video bespreken. En daarnaast gaan we ook kijken naar Bitcoin Cash. Die is recentelijk keihard gestegen. Hoe kan dit en hoe nu verder? Dat gaan we in deze video bespreken. Blijf dus zeker kijken. Laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Voor de mensen die het nog niet weten, Binance gaat per 17 juli stoppen in Nederland. Heeft ermee te maken dat zij niet kunnen of niet willen werken volgens de regels van de Nederlandse bank. En ik gok dat ze ook mikken op Mica, want volgens mij straks met Mica, als je in één land compliant bent, betekent dat je dat in heel Europa bent. Dus ik gok dat ze daarop mikken, waardoor ze dus niet één voor één al die landen compliant moeten gaan worden. En dat scheelt hun een hoop gedoe. Dus waarschijnlijk komt het later terug, maar voor nu moet je dus het liefst voor 17 juli al je fondsen daar vandaan halen. Dat betekent dus ook dat je naar een alternatief moet gaan kijken. Bitfavo heeft momenteel een mooie optie, als zij namelijk je crypto daarheen verplaatst, dan krijg je tot maximaal 500 euro bonus. En dat doen ze natuurlijk om klanten binnen te halen. Mocht je nog geen accountje hebben, als je eventjes in het linkje dat onder de video als vastgezet bericht staat, krijg je namelijk 20 euro welkomstbonus als je onze link gebruikt. Daarmee steun je ons kanaal natuurlijk een beetje. Voor de gratis content die wij bieden, kun jij iets terug doen. En daarnaast krijg je dus ook gratis 20 euro. Laat ik vooral even weten wat je van onze slogan vindt die hier onderin mooi staat. Goed, tot zover de huishoudelijke mededeling. Dan gaan we nu door met de koersanalyse. We gaan eerst kijken naar Bitcoin en zometeen ook naar Bitcoin Cash. In de titel had ik aangegeven, ik verwacht in juli een prijsexplosie. Heeft niet zozeer iets met de maand juli te maken of met een bepaalde katalysator in juli. Heeft meer met de prijsactie zelf te maken en wat gewoon echt duidt op dat we meer upside kunnen gaan zien. We zien hier voor ons de Bitstamp chart. Een chart die wat verder terug in de tijd gaat dan bijvoorbeeld die van Bybit of van Binance, omdat het gewoon al langer bestaat. Je ziet hier mooi die cyclusvorming, dat we vanuit een agressieve uptrend naar een agressieve downtrend gaan. Vervolgens accumulatie gaan zien. In de tussentijd ook echt een key level vormen die heel duidelijk te herkennen is, omdat die duidelijke punten van support en weerstand heeft. Op een gegeven moment breekt die uit, test hij hem terug en dan zie je vervolgens een nieuwe cyclus in gang gezet worden. Hetzelfde hebben we hier gezien. Flinke uptrend, flinke downtrend. Ook hier weer een duidelijk level gevormd met duidelijke support, duidelijke resistance hier. Vervolgens breken we uit, zien we eerst een flinke rally, dan de terugtest en dan kun je denken van ja, maar corona, dat is een corona crash, dus ja, dat is heel anders. Maar uiteindelijk, de prijs vindt wel ergens steun. En dat is meestal toch weer op een prijstechnisch punt. Hè? Dus prijsactie is gewoon leidend, want uiteindelijk de narrative is voor iets, voor waarom iets stijgt of daalt. Dat is verder niet 100% relevant. Tuurlijk, je moet wel in je achterhoofd houden, hè? Dus waar komt dat nu vandaan? Maar het vindt uiteindelijk altijd wel weer ergens steun op een vorm van support of van weerstand. Nou, we zagen de terugtest, vervolgens een nieuwe cyclus wederom. En ook hier zagen we een agressieve downtrend, vervolgens accumulatie, waarbij we wederom belangrijke level hebben gevormd met support, 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 support. Vervolgens wordt het weerstand, consolideren we al een tijdje onder. En nu zouden we mogelijk dus die cyclus in gang kunnen gaan zetten van een nieuwe uptrend, waarbij we dus of scenario 1 kunnen gaan zien, wat we bijvoorbeeld in 2015-2016 hebben gezien, dat we erboven komen, terugtesten en dan omhoog gaan trenden. Wat ook natuurlijk kan, is zoals we hier hebben gezien, dat we door blijven stoten, wellicht in een later stadium nog een keer terug gaan komen en dan de push omhoog gaan zien. Hoe dan ook verwacht ik gewoon echt wel spektakel de komende tijd en het heeft gewoon alles met de prijsactie te maken. En natuurlijk met de Bitcoin halving die ook aanstaande is en wat historisch gezien gewoon echt een goede prijsdrijver is. Goed, dan gaan we naar het actuele plaatje kijken. En ik heb het natuurlijk vorige video uitgebreid besproken. Hè? Dus de IMA's, de RSI. Allemaal belangrijke indicatoren die eigenlijk allemaal omhoog wijzen. Namelijk, we dienen nog steeds als steun hier de IMA's. En tegelijkertijd zien we dus ook de RSI reset en de bounce daar vandaan. Waarbij we nu met vers nieuw momentum de push omhoog lijken te maken. Mensen die spreken van een liquidity grab hier en vanaf hier veel lagere prijzen. Het kan, het is niet uitgesloten, maar als je puur kijkt naar de totale context van het verhaal, vind ik het gewoon erg
onlogisch om van zoiets uit te gaan. Waarom? Omdat we natuurlijk ook gewoon in de macro-uptrend zitten. Low, high, low, low, high, high, die hebben we te pakken. Vervolgens zetten we hier de high, low neer en proberen we nu een overtuigende high, high neer te zetten. Als dat gebeurt, verwacht ik echt dat de remmen losgaan. Daarnaast natuurlijk ook de lokale uptrend. Low, high, high, low, high, 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 low. Als je de tradecursus hebt, weet je dus ook hoe dit volgens de theorie werkt. Als je een higher high hebt neergezet en je houdt daarna ergens vast, je zet dus de higher low neer, mag je daarna weer een higher high verwachten. Dus we kijken nu dus ook naar een higher high. We kijken niet naar een afwijzing, we kijken dus verder omhoog naar nieuwe highs voor Bitcoin. Halen die weer even weg. Deze weg pakken we eventjes de levels erbij. Zien we dus ook dat we prachtig die 25.2k, we hebben het zo vaak aangehaald. En het is dan prachtig om te zien dat na zo'n hele fase dat teruggetest wordt, perfect teruggetest wordt. En dat we vanuit daar dus de volgende push omhoog zien. Dus dat is echt satisfying om te zien. Wat ook heel belangrijk is om te realiseren, is dus de context van het verhaal. We hebben dus downside gezien. En het heeft best wel een tijdje geduurd. Dus we zijn echt vanaf hier zijn we naar beneden gegaan. Dat heeft 2 maanden lang geduurd. 2 maanden lang zijn we bezig geweest met omlaag bewegen. En in een kwestie van een week, anderhalve week hebben we dat helemaal recht getrokken. En dat is gewoon een teken van sterkte. Daarnaast hebben we heel veel negatief nieuws hier gezien. Hè? Binance die werd aangeklaagd. De Coinbase die werd aangeklaagd door de SEC. Zo speelden nog wel meer dingen. Binance die weggaat uit Nederland. Binance die weggaat uit België. En dat is wel relevant, want Binance is namelijk de grootste partij op dit moment in deze markt. Dus als zo'n Binance terug wordt gedrongen vanuit een hele hoop landen, heeft dat wel impact. Nou, je ziet dat de markt dat soort negatieve aspecten gewoon wegbuift en alsnog gewoon weer keihard gaat trenden. En dat laat wel zien dat er duidelijk sterkte aanwezig is. En dat je dat niet... Dat je daar niet tegenin moet gaan. Dus ga nou niet agressief naar shorts zitten kijken. Kijk vooral naar eventuele dips op altcoins, op bitcoin. Krijg je dips, ga dan kijken naar longs. Ga naar spotposities kijken. Ga je portfolio verder uitbreiden. Want ik verwacht gewoon veel hogere prijzen. En zoals we altijd zeggen, dat is geen financieel advies. Ik kijk gewoon vanuit mijn eigen oogpunt, mijn eigen opinie. Wat je daar verder zelf mee doet, is natuurlijk geheel aan jouzelf. Goed, gaan we eens iets verder inzoomen. Volgens mij was dat woensdag dat we ongeveer hier aan het consolideren waren. Dat we de high van de Monday's high, van de Monday's range, die hadden we opgehaald. En dus keek ik verder omlaag naar Monday's low. Nou, dat hebben we prachtig gezien. Monday's low opgezocht. Vervolgens een tijdje consolideren hier. En vervolgens zoeken we weer de andere kant van de liquiditeit op. Dat was namelijk hier zo. Want wat kun je concluderen op een gegeven moment als je hier de low ophaalt? Betekent onderkant opgehaald, betekent bovenkant opzoeken. En dat is deze liquidity. Dus deze was opgehaald, dan kijken we helemaal richting de andere kant. Hier ligt de liquiditeit. Dat hebben we nu ook weer opgehaald. Belangrijk dus om te beseffen dat context echt belangrijk is. En je kan wel denken van ja, we hebben nu weer de liquiditeit opgehaald. Maar je kan ook concluderen van ja, moet je luisteren, we zijn net keihard gestegen. En in plaats van dat we vervolgens een sell-off zien, dat we verder naar beneden gaan bewegen, zien we dat we elke keer blijven hangen hier. En elke keer als we dippen, wordt dat weer agressief opgekocht. We zitten nu boven Monday's high, we hebben lokaal een higher high neergezet. Ja, het zou mij niet verbazen als wij de komende uren dit gaan doen. Er zit wel een invalidatie natuurlijk aan. Mochten wij nu terug gaan vallen onder Monday's high, testen we het eventueel terug. Dan ga ik ervan uit dat we richting deze low en uiteindelijk deze low gaan bewegen. Dus mocht we hier nog een keer zwakte gaan zien en we gaan dus omrollen hier. We gaan zoiets zien. Dan kijk ik naar Monday's low, naar deze low en naar deze low. En wat ik daarna verwacht is dat we hier wederom opgekocht gaan worden en dus weer omhoog gaan bewegen. Dus ik zeg nu niet dat ik verwacht dat we dit gaan doen. Want op dit moment zien we gewoon dat de prijs omhoog blijft pushen. En dat het dus ook waarschijnlijk is dat we verder omhoog gaan stoten. Mochten we dus die zwakte gaan zien, dus mocht hier lokaal de 30.580 ongeveer verliezen, we sluiten er overtuigd onder met wat verkoopagressie erin, dat we echt wat sterke candles naar beneden zien. Dan kijk ik dus omlaag richting de low van de 29.503. Waarom vind ik dat interessant? Dat is gewoon de onderkant van dit stukje consolidatie. En je kan zelfs beargumenteren van ja, maar dit is nu de low, dat kan eventueel. Dus het kan best zijn dat we daar al steun gaan vinden. Maar het alternatief is dus 29.503. Om vanuit daar alsnog de push omhoog te gaan maken
richting nieuwe highs. Want ik denk niet dat Bitcoin al te diep gaat terugtesten als je dus wederom kijkt naar de context van het verhaal. Dit was 2 maanden lang omlaag grinden. 2 maanden lang wordt letterlijk in 1,5 week wordt het helemaal teniet gedaan en je bereikt gewoon weer een nieuw high. Context is belangrijk. Het laat letterlijk zien dat de sterkte aanwezig is. En dat de prijs, als het goed is dus, niet helemaal dit gaat doen. Als we dat gaan zien, is dat voor mij een teken van zwakte. Denk ik dat we potentieel veel lager gaan. Maar zolang we hier bovenin blijven consolideren, iedere dip die we gaan krijgen is voor mij een kans om naar longs te gaan kijken. Want ik denk dat we daarna dus gewoon verder omhoog gaan pushen. Gaan we dus boven die 32.450 komen. Ik blijf benoemen, dit is het key level om te breken. Doe je dat namelijk, sluit je boven de liquiditeit, sluit je boven de supply, invalideer je de supply, sluit je boven al deze lows, of je dan candle close basis of wick basis gaat kijken. Ik heb een beetje last van spraakgebrek in deze video. Als ze daar dus boven gaan sluiten, is er voor mij geen enkel argument om nog te zeggen dat wij veel lager gaan bewegen. Ik denk namelijk dat we nou echt door gaan blazen richting op zijn minst de 38k. Komt een beetje van de daily vandaan. Hier namelijk een stukje consolidatie. Dus we kunnen best iets van reactie gaan zien. Maar uiteindelijk, ik verwacht echt dat we minimaal richting die 48k gaan bewegen. En wellicht zelfs veel hoger. Ja, dat is dus het macro plaatje en dus het lokale plaatje voor Bitcoin. Nou, mocht je al dit soort concepten en theorieën, vind je dat interessant om zelf ook te leren. Dat je zelf beter een gevoel krijgt met hoe de markt beweegt, waar de markt heen kan gaan bewegen. Kijk, 100% zeker weet je het nooit, want je kan namelijk niet voorspellen, maar je kan wel kans berekenen. Dus als dit, dan dat. Als dit gebeurt, is de kans groot dat dat gebeurt. En op die manier kun je dus de markt niet voorspellen, maar wel voor een heel groot deel inschatten waar die ongeveer naartoe gaat bewegen. En daar kun je dus ook je tradeplan omheen bouwen en kun je dus je setups mee vormen. Dat is dus ook hoe je trade. Wil je daar meer over leren? We hebben natuurlijk onze educatiegroep. Daarin leer je dus ook op deze manier te traden. Dus we hebben top-down analyses. Hoe de Monday's range die we zojuist hebben laten zien, dat komt ook terug. Maar ook hoe plaats je je stoploss, kun je op verschillende manieren doen. Hoe vind je de sterkste altcoins? Het entry patroon wat we hanteren, de money flow in de markt. Dus het bewegen van Bitcoin naar altcoins en vice versa. Hoe zit dat precies en hoe kun je daarop anticiperen? Kortom, elke keer hebben we weer interessante topics tijdens de live sessies op de dinsdagavond om 8 uur, een uur lang, waarvan eerst kwartier, 20 minuten Bitcoin analyse en potentiële setups. En daarna gaan we gewoon met de masterclass aan de gang. Mocht je er interesse in hebben, check vooral even onze website www.cryptocointalk.nl/educatiegroep of check even de linkjes onder de video. Rechtsbovenin zie je een knopje free trial, kun je 7 dagen lang heel kosteloos, kun je gratis uitproberen, zit nergens aan vast. En dan kun je even komen kijken hoe het bij ons eraan toe gaat en dan kun je vervolgens voor jezelf bepalen of je een abonnementje wil nemen of niet. Dan gaan we door naar Bitcoin Cash en dat was toch wel een beste pumpput in de afgelopen dagen. En dan vragen mensen zich altijd af van waar komt die stijging dan door. Ik weet niet per se of dat fundamenteel gedreven is, maar ik denk persoonlijk dat het gewoon een kwestie van relief is na een hele lange fase van omlaag trennen. Want je moet jezelf geen illusies maken. We komen namelijk van 1655. We hebben natuurlijk in 2021 wel een flinke klapper omhoog gemaakt. Maar dit is ook gewoon een lange fase geweest van accumulatie, van consolidatie. En uiteindelijk zie je dan gewoon een keer die breakout omhoog. En je ziet dus ook hoe langer zo'n coin in consolidatie blijft liggen, des te heftiger de uitbraak. Die uitspraak heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Ik benoem het namelijk heel vaak: als een consolidatie lang duurt, dan krijg je het volgende fenomeen. Hoe langer de consolidatie, des te heftiger de uitbraak, des te heftiger de expansie. We hebben dus een periode van, ja, je kan het eigenlijk vanaf hier al zien, want daar kom je er al in. 62 weken, dus dik een jaar lang, hebben in consolidatie gelegen. Tuurlijk, hier tussenin zijn we gaan bewegen. Maar dit was je low, dit was je high. Hebben we op een gegeven moment aan de onderkant de low opgehaald. En zoals we altijd zeggen, wat mag je verwachten als je de onderkant ophaalt? Dan mag je kijken naar de bovenkant. Dus we hebben hier al ergens zitten anticiperen op een spotpositie. Volgens mij zijn we rond break-even uiteindelijk eruit gegaan. Ik weet niet precies meer. Dat is echt al een hele tijd geleden weer. Dus dat is jammer. En vervolgens zie je alsnog die klapper omhoog komen. Nadat we hier lokaal nog één keer de lows gepakt hebben.
Zie je hoe dat prachtig werkt. Pak die lokaal nog één keer de low. En dan zie je vervolgens dat we richting liquiditeit aan de andere kant bewegen. En omdat je zo lang in die consolidatie hebt gezeten, zit er soms gewoon enorm veel power achter. En dan zie je dus vervolgens dit soort uitbraken. En ik denk dat zeker als Bitcoin zo door blijft trenden, maar ook als hij nog een tijdje blijft consolideren, gaan we dit veel vaker zien de komende weken en maanden, verwacht ik. Dus focus je op de coins die na een lange fase van omlaag trenden in consolidatie zijn gekomen en nog niet die move omhoog hebben gemaakt. Daar wil je graag in positioneren. En dan zijn we met de educatiegroep zijn we dat ook steeds meer aan het doen. We zijn ook aan het oriënteren naar meer van dit soort posities. We hebben dus een spot portfolio die we aan het uitbreiden zijn. En dat doen we dus met de educatiegroep. Dus ook als je lid bent van de educatiegroep, krijg je dus met dat soort diensten, kun je dus ook van mee profiteren. Kun je kijken hoe wij dat doen, hoe wij positie opbouwen en natuurlijk in welke coins wij gaan zitten. Ja, op dit moment is het eigenlijk heel simpel, hè. Mensen die nu in positie willen komen met een Bitcoin Cash, ja, heb je gewoon dikke vette pech, want je bent gewoon echt te laat. En hoe dit soort pumps vaak eindigen is, met een flinke wick, kan zijn dat hij nog veel hoger schiet, doorschiet. Maar dat we uiteindelijk eindigen met een flinke wick, dan een flink lange rommelige consolidatie om uiteindelijk met zo'n slow bleed weer terug naar beneden te gaan richting de range hier. En doet hij waarschijnlijk nog zo'n nog een terugtest, een pump. En dan krijg je heel vaak dit soort situaties. Hoeft niet per se nu te gebeuren. Kan ook zijn dat we in consolidatie blijven liggen en dat er nog eentje achteraan komt. Het probleem is echter alleen, je zit zo hoog in de impuls nu dat je gewoon niks meer kan doen. Je kan niet naar longs kijken, want dan ben je gewoon veel te laat mee. Had je echt hier lokaal moeten doen, dat was veilig. Dit is niet meer interessant. Meestal zijn dit soort setups zijn gewoon niet echt speelbaar meer. Daarnaast zijn mensen heel erg geneigd om naar shorts te gaan kijken als iets heel hard pumpt. Want als iets heel hard pumpt, zal het wel heel hard naar beneden moeten komen. Ik kan je een waslijst aan voorbeelden geven van coins die ondanks zo'n pump nog één keer dit doen en maar door blijven schieten omdat mensen er tegenin blijven shorten. Waardoor die eigenlijk alleen maar hoger en hoger gaat. Mijn tip zou zijn is blijf gewoon van deze coin af. Je bent gewoon te laat, je kan nu niks meer doen. Het enige wat je zou kunnen doen is nu dus gewoon een flink lange consolidatie afwachten. En dan kijken of die de low ophaalt, sterkte toont. En dan kun je eventueel naar een long scalp kijken. Beetje in deze vorm. Maar in mijn ogen is de kans gewoon echt verkeken. Mede de reden dat je nu die sterkte ziet is ook omdat de BTC pairing in één keer flink wat terug doet. Je ziet ook dat hij hier nog één keer de low pakt. Consolidatie en bam, daar komt hij. Maar maak zelf nogmaals geen illusies. Hier komt Bitcoin Cash vandaan. Moet ik nog even doorgaan? Het is echt verschrikkelijk. Dus ja, tuurlijk we zien sterkte. Kijk, dit bedoelde ik dus. Dus dan op een gegeven moment krijg je zo'n bear market rally. Relief na een lange fase van laag trenden. Gaat hij een tijdje consolideren, een beetje hangen. En vervolgens bloedt hij gewoon weer dood richting nieuwe lows. En het zou me niet verbazen als we hier exact hetzelfde gaan doen. Want we liggen nog een keer zo doen. Nog een keer doorstoten. En vervolgens gewoon weer richting nieuwe lows gaan bewegen. Dus wees hier heel voorzichtig mee. In mijn ogen is die kans echt verkeken voor longs. Shorts zijn niet interessant en je gaat niet tegen sterkte in shorten. Dus ik zou de handjes er lekker van afhouden. Goed, tot zover deze video. Heb je er iets van opgestoken? Zo ja, smash zeker eventjes op die duim. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Deel deze video ook graag met andere mensen in je kringen. Want zo help je ons kanaal een klein beetje groeien. En leren mensen weer iets over traden en investeren in deze markt. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag toe. En tot de volgende video. Laters!